afgelopen week hebben we allemaal deze brief in de brievenbus gehad over de Burgernet. Vanaf 1 juni gaat ook in de gemeente Arnhem Burgernet van start. En daarom wil de politie samen met de gemeente dat wij Arnhemmers ons inschrijven voor dit initiatief om de veiligheid in uw wijk te verbeteren. Wanneer deze toeval in uw woon- of werkgebied plaatsvindt, krijgt u een gesproken bericht of een sms op uw telefoon waarin u wordt gevraagd te kijken naar een bepaald soort omschrijving. Op die manier kunt u een bijdrage leveren bij een opsporing. Heeft u zich al aangemeld voor Burgernet of gaat u dit nog doen? Dit is ook de vraag die wij vroegen aan de mensen op straat in Arnhem spreekt. Bent u bekend met het Burgernet? Ja. Ja, heb ik wel van gehoord. Ja, ja. Gemeenteleden waar wij wonen, daar heb je het ook volgens mij. Ja. Nee? Nee, niet bekend mee. Ja, daar weet ik wel iets van, een klein beetje. Ik heb de post ontvangen, maar ik heb het nog niet echt helemaal bestudeerd. Dus dat staat me nog te wachten. Burgernet, ja, daar heb ik net een brief over ontvangen. En ik al wel bij de vuilnis gegooid, maar wel met het idee van dat moet ik even op internet moet ik dat even in gaan vullen. Ja. Het Burgernet, jazeker. Het Burgernet? Nee, ben ik niet bekend mee. Ja, daar ben ik. Ik ben ook lid, of ik weet niet of je dat lid kunt noemen, maar ik ben erbij aangesloten en weet wat het inhoudt, ja. Nee, niet bekend met het Burgernet. Is dat een lokaal initiatief? Ja, dat is de gemeente Arnhem die wil starten met Burgernet. Dan kunnen mensen zich inschrijven en dan bij een ongeval, diefstal of vermist persoon krijgen ze gelijk direct een sms of een telefoontje om uit te kijken in de buurt naar een bepaald soort omschrijving. Oh ja, nou daar ben ik wel bekend mee, maar dan inderdaad, ik kom uit van over de rivieren, uit het Brabantse. Maar daar ben ik inderdaad ook lid van, ja. Maar dan van de politie Noordoost-Brabant. Oké, ja, ik ken het, maar dat heet Amber Alert, toch? Dat is al een bestaand initiatief. Dus... Ja, dat is voor kinderen, ja. Oké. Ja, dat lijkt me een goed initiatief. Nou, dat vind ik wel heel goed. Doen ze dat ook niet als kinderen kwijt zijn, die alertboodschappen en zo? Dat is ongeveer hetzelfde, denk ik. Ja. Nee, dat lijkt me heel goed iets. Ik woon niet in Arnhem, maar ik ben bekend met Burgernet. Ik werk er zelf ook aan mee, ik ben ingeschreven. En af en toe dan merk je wel dat het nodig is. Het is een goed initiatief. Ik vind het goed dat dat nu meer gaat leven, zeg maar. Er is wel zo'n iets als een sms-alert, hè? Dat is er wel, maar is dat hetzelfde? Ja, net is anders. Dus gelijk na plaatsje ligt of na een toeval wordt er dan gestuurd. Ja, nee, dat is prima. Lijkt me uitstekend. Nou, ik vind het goed dat ze het inzetten, want het zijn nieuwe media waar je mee toch heel groot publiek bereikt. En ik vind het ook goed dat het gewoon netjes gevraagd wordt, dat je er vrijwillig voor kan aanmelden. Als je er geen zin in hebt, dan hoeft het niet. En ik vind het wel goed dat ze het doen. En wat voor sms'jes krijgt u dan? De meeste tot nu toe of we op willen letten op een tv-programma wat dan komt, waar iets behandeld wordt, waar je in de buurt bent geweest. En heeft u zich al aangemeld of gaat u zich nog aanmelden voor het Burgernet? Ik heb er wel over nagedacht, maar ik heb me nog niet ervoor aangemeld, nee. Maar gaat het nog wel doen? Daar ga ik nog over nadenken, ik ben er nog mee bezig. Ja? Ja, ik denk het zeker wel, ja. Ja, nee, precies, als er wat gebeurt dan maak je sowieso een melding. Als het alleen maar makkelijker kan worden, is het alleen maar mooier. Ja. Nou, ik ben er niet bij aangesloten, dus. En waarom niet? Ja, ik ben niet zo'n betrokken mensen om te gaan bellen als er iets aan de hand is. Ja, als er echt een 112 gebeld moet worden wel, maar voor andere dingen niet. Dus u heeft zich al aangemeld? Ik had me ja, zeker al anderhalf jaar denk ik, ja. Ja. Nou, oké, dus u bent al ingeschreven? Ja. Vanaf het begin kreeg een brief via de gemeente of je wilde aansluiten en dat hebben we direct gedaan. Okay. Nou, goed van u. Ja, nou, al een beetje helpen. Ik denk dat het een heel goed initiatief is. Ik denk dat ze op die manier ook heel snel heel veel mensen kunnen bereiken. Dus direct gedaan, ja. En zou u zich daarvoor aanmelden? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet, nee. U zou zelf niet elke keer belast willen zijn met sms'jes of gesproken berichten van met opsporing? Niet, nee.
In noodgevallen ben ik altijd bereid te helpen, maar om daar nou altijd mee bezig te zijn, nee, dat geloof ik niet. Nee, ik woon in Amsterdam, dus ik weet niet of het echt handig is. Dus ja, misschien zou ik me ervoor aanmelden, ja. Als ik een boef van hier in Amsterdam zie of zo. U bent zelf ook lid van het Burgernet? Ja, dat klopt. En heeft u zelf wel eens actie ondernomen of sms'jes gekregen? Nee, tot nu toe nog niet. Nee, nog niks van meegemaakt. Nee. Nou, ik wens u nog een fijne dag carnaval vieren, denk ik. Ja, dat klopt, inderdaad. We gaan een lekker feestje van maken vandaag. Oké, bedankt voor uw reactie. Dankjewel. Dag. Succes.